FC Groningen, zoals de club zelf aangaf. De meest chaotische, drukke transfer deadline day ever in de geschiedenis van de club. Nou, dan moeten we natuurlijk praten met de technisch directeur van FC Groningen, Mark-Jan Flederis. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Leuk. Dat komt er enthousiast uit. Hartstikke leuk om hier te zijn. Nee, ik vind het een mooie setting zo. Ja, dankjewel. Ja. Je bent wel druk geweest. Ja, we zijn zeker heel erg druk geweest. Het was inderdaad, zoals net gezegd, een hele heftige transferperiode. En 10 transfers op één dag. Nou, dat is best wel absurd eigenlijk. 10, zei je? Ja. En wat wel het interessante is van het geheel, denk ik, is dat vaak lijkt het dan een soort van paniek of zo. Hè? Dat het allerlei paniek aankopen zijn en de club eigenlijk niet meer weet wat ze moeten en toch maar wat moeten doen. Alleen ja, ik durf wel te stellen dat daar heel veel werk aan vooraf is gegaan en dat het allemaal uitgedacht was. Maar waarom zeg je dit dan? Want ik bedoel, is dat wat jij denkt of heb je het gevoel dat de buitenwacht dat denkt? Want ik heb helemaal niet het gevoel dat het paniek aankopen was. Nee, dat snap ik. Als je weet hoe ik werk, dan snap ik dat je dat... Ik weet niet hoe je werkt. Dat gaan we zo meteen hopelijk achterkomen, maar ja. Je gooit het wel op. Ja, nee, dat is een beetje het beeld wat vaak ontstaat in de media en zo. Ja, de media de schuld geven? Nee, niemand de schuld. Alleen een stuk. Het is ook soms een stuk beeldvorming, hè? Hoe kijk jij terug op die transferperiode? Je zegt 10 transfers op één dag. Neem ons eens mee, hoe kijk je erop terug? Nou, heel hectisch en chaotisch. Kijk, een aantal transfers, daar is jaren werk vooraf gegaan of maanden werk vooraf gegaan. Zaken moeten als een puzzel zeg maar in elkaar vallen. Ja, ja. Wij waren natuurlijk ook afhankelijk van Gabriel Goodmanson en Nassor Matusiwa of die verkocht zouden worden of niet. Ja. We wisten voor 90% zeker dat ze verkocht zouden kunnen worden. Maar ja, een deal moet uiteindelijk nog wel een deal worden. En ja, dat was best wel spannend. Als die jongens niet verkocht worden, ja, dat betekent dan hoef je ook geen vervangers te halen. Want ja, je wil spelers ook perspectief geven. Dus ja, het een had heel erg met het ander te maken. En ja, uiteindelijk zijn we wel heel erg blij met hoe die puzzelstukjes gevallen zijn. Maar hoe doe je dat als technisch directeur? Want inderdaad, Matusiwa naar Reims, Goodmanson naar Lille. Je moet dan heel erg puzzelen. Hoe puzzel jij dan zo snel? Hoe schakel je snel? Nou, dat is vooral vooraf heel veel werk doen. En goed nadenken over scenario's. Hè. Wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Wat gaan we dan doen? De hele tijd een plan B, misschien wel C. Ja, ja, en wat ik net probeerde uit te leggen. Ja, voor elke speler die we halen gaat een heel traject vooraf. Het begint eerst met scouting. Een hele database opbouwen. Wat voor soort profielen spelers vinden wij bij FC Groningen passen? Ja. Nou, dan kom je uiteindelijk in contact met de zaakwaarnemer van de speler vaak. Nou, dan ga je het aftasten of er interesse is, of het financieel haalbaar is. Maar dan zijn er vaak ook nog heel veel andere clubs die de desbetreffende speler willen hebben. Ja, ja. Nou, en dan aan het eind van het proces, dan moet je proberen om uiteindelijk ook met de speler, met de zaakwaarnemer financieel eruit te komen. Maar ook met de club waar ze spelen. En ja, zo gaat dat ook bij een uitgaande transfer. Dus ja, zo kan je je voorstellen dat in dit geval 10 zaken, ja, er heel veel open lijntjes waren die uiteindelijk op zijn plek moesten vallen. Waar haal je de kick dan uit? Ja, uiteindelijk in dat enorme netwerk wat zich dan in mijn hoofd afspeelt van al die draadjes zeg maar, die door elkaar lopen. En ja, dat proberen in goede banen te leiden iets goeds voor de club uit voor te creëren. Nou, daar krijg je veel lof over. Het gaat goed. Er wordt ook goed over je gesproken. Sommige mensen zeggen ook dat je een pitbull bent. Dat je je vastbijt in spelers. Dat je daar misschien wel de grens op zoekt en soms overheen gaat. Hoe reageer jij daarop? Is dat zo volgens jezelf? Ik probeer wel zo goed mogelijk voor FC Groningen te doen. Nee, dat en, lijkt me duidelijk. Ja, nee, ja, dat betekent ook in mijn ogen dat je soms als een pitbull moet gedragen. Maar wat is een pitbull? Wat is de pitbull Mark-Jan Flederis? Nou, als ik heb bijvoorbeeld Delao Hirandoust hebben gehaald, onze nieuwe nummer 10. Nou, ik denk dat we daar 2 jaar mee bezig zijn geweest. Dat hij in die 2 jaar 4 keer bijna voor een andere club had gekozen. Maar dan is de pitbull in mij wel als ik in mijn hoofd heb dat we hem moeten halen. Dan laat ik niet meer los. Maar wat doe je dan? Hoe gaat het concreet met spelers halen? Want voor mijn hele appje dan, bel je, ja, dan sta je op de stoep? Ja, ik app met hem en ik bel met hem en met zijn zaakwaarnemer en probeer constant die interesse te wekken. Ik laat de trainer een keer met hem praten. Een mental coach met hem laten praten. Hoe we hem kunnen helpen in zijn ontwikkeling. En ja.
Ja, daar zit echt een heel traject aan vast. Voor mij klinkt het als iets wat je nodig hebt als technisch directeur. We komen zo meteen op, want je wil de beste technisch directeur ter wereld worden. Heb ik ergens gehoord. Komen we zo meteen even op. Ja, dat is een droom, hè? Nou, je sprak het vrij... Nee, je was toen best wel serieus. Ja, nee, ik ben ook serieus. Maar dat is een droom uiteindelijk, omdat... Dat is mijn droom om uiteindelijk dat te bereiken. Alleen ja, of dat uiteindelijk gaat lukken, dat moet allemaal nog maar blijken. Alleen ik geloof er altijd wel in. Ja, je moet wel eerst dromen voordat je ergens kan komen. Waarom denk je dat jouw strategie werkt? De pitbull-strategie? Heb je voorbeelden van succes-transfers, misschien ook deze transferperiode? Jawel, maar ik geloof er wel heel erg in dat het belangrijk is dat je uiteindelijk dicht bij jezelf blijft. Wat past bij jou als persoonlijkheid en authentiek zijn en blijven en... Ja, weet je, het komt nu net over van alsof ik heel hard ben en een pitbull. En ik denk dat heel erg meevalt. Ik heb ook heel erg mijn menselijke kanten en gelukkig ook maar, denk ik. Alleen, ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En ik geloof erin dat werkt. Ja, ben je ook een bluffer? Er is een documentaire over je uitgekomen en dan ben je aan het onderhandelen over Goedmundsson. En dan zit je aan de telefoon, heel gefocust, een beetje de prijs omhoog en nog 3 ton erbij. En dan stiekem in het gesprek geef je dan een knipoog naar de cameraman van... Komt wel goed, toch? Soms is het ook een beetje show allemaal. Hè? Een beetje show? Ja. Heb je ook wel nodig als technisch directeur? Soms wel. Hey, ik wil nog iets anders met je bespreken, het vrouwenvoetbal. Vanavond de wedstrijd in Euroborg ook, ik zag al wat mensen in oranje kleding langslopen. Ja. Dat doet Groningen, of dat deed Groningen nog niet heel veel mee, dat willen jullie nu wel gaan doen? Ja, dat klopt. Wij gaan inderdaad de komende jaren kijken, of in ieder geval onderzoeken of we vrouwenvoetbal kunnen gaan lanceren bij FC Groningen. Ik ga vanavond zelf overigens ook naar de wedstrijd toe. Dus als supporter of heel benieuwd, ja, als supporter. Dus eerste keer overigens dat ik live een vrouwenvoetbalwedstrijd ga zien. Wat verwacht je ervan? Weet ik niet, want het is voor het eerst. Dus we gaan het zien. Wel interessant. Maar we gaan inderdaad kijken of we daar iets mee kunnen. Vrouwenvoetbal is een van de grootste of snelst groeiende sporten op dit moment in de wereld. Dus ook wij verwachten dat daar in Groningen en omstreken dat daar zeker interesse voor is. Ja, Marian, we hadden het voor de uitzending al even over. Een paar jaar geleden was je nog voetballer, hè? En nu zit je dan toch, wat ik al zei, over miljoenen te praten, over bonussen hier. Het is ook financieel, het is management. Hoe heb je dat zelf aangeleerd, denk je? Van voetballen naar toch echt een bestuurlijke functie? Hoe heb je dat aangeleerd? Ja, ik heb gelukkig een ontwikkeltraject gehad bij Heracles Almelo. Toen ik daar van het veld kwam, toen heb ik eerst een aantal maanden met de technisch directeur destijds Nico-Jan Hoogma mee kunnen lopen. Dus die heeft me een beetje geholpen in het vak. En ja, het is goed je ogen open houden en proberen overal van te leren. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk. En ik denk dat daar heel veel dingen waar je uiteindelijk goed in kan worden mee beginnen. Ik denk dat jij presenteren leuk vindt, want daar ben je er waarschijnlijk goed in geworden. Zo is dat ook met dit. Ik vind het hartstikke leuk en dynamisch en interessant. En dan krijg je er geen genoeg van en dan steek je er heel veel tijd en energie in. Ja, en uiteindelijk helpt dat in je ontwikkeling. Mag ik dan een vergelijking maken? Want ik hoorde je zeggen, ik wil de beste technisch directeur van de wereld worden. Ik zou niet zo snel zeggen dat ik de beste presentator ter wereld wil worden. Dat is mijn bescheidenheid, al ben ik af en toe arrogant, maar zeg maar, dat is best wel een uitspraak. Maar bedoel jij dan meer, als ik de metafoor even, dat je ook de beste presentator kan worden, misschien in Groningen, en dat dat niet per se bij CNN hoeft? Is dat een beetje wat bedoel jij met die uitspraak? Nou, dat heb ik ook, want dan wordt er één zinnetje wordt er natuurlijk uitgehaald. En de vraag... Ben je daarom ook voorzichtig met media? Dat je, nee hoor. Maar de vraag was uiteindelijk, wat is je ambitie of je droom? Nou, dan heb ik gezegd dat mijn ambitie en droom is op dit moment. Dat is het toch logisch dat zinnetje eruit wordt gepakt als jij dat zegt? Jazeker, en dat is mijn drive om uiteindelijk elke dag beter te worden. En nou ben ik even kwijt wat je nou net zei, daar wilde ik op aanhaken. Laat ik het zo stellen, afsluitend. Wat is volgens jou, wanneer ben je de beste technisch directeur ter wereld geworden? Oh nee, dat wilde ik zeggen. Ik heb ook in die desbetreffende uitzending ook gezegd, dat kan ook bij FC Groningen zijn. Hè. Op dit moment lopen mijn ambities en van de club lopen parallel. We willen allebei stappen zetten en beter worden en ons ontwikkelen. En dat bevalt me uitstekend. En wie weet kunnen we die stappen blijven zetten en blijven groeien. En kunnen we over 15 of 20 jaar meedoen om het kampioenschap met FC Groningen en kampioen van Nederland worden. Pas nou om met wat je zegt. Dan lijkt mij dat een wereldprestatie, ja, toch? Maar dat is dus wel, dat is de droom. Op dit moment is dat een droom. Dankjewel. Mag ik een applaus voor Marian Vlederis. APPLAUS